het moment van overlijden 3 mensen bij het slachtoffer in de buurt waren. Wie zijn dat precies? Ik. Oké, als jullie even bij mij willen meelopen. Openzaak 35C, datum is 31 oktober 2021. Oké, ik hoop dat jullie allemaal een beetje zijn bijgekomen van de shock. Wat hebben jullie nou voor apenpakjes aan? Was dit een verkleedfeestje of zo? Allemaal als detectives verkleed? Het was een jaarlijkse mix van onnozelheid en vertier, die vroeger beter bekend stond als Allerheilige Avond. Halloween! Ah, een Halloweenfeestje. En jullie waren dus allemaal als detective verkleed? Oh, nee hoor. Volgens mij waren alleen wij drie verkleed als detectives. De rest was gewoon wat anders. Oké, en het slachtoffer, was die ook verkleed als detective? Het is mijn veronderstelling dat het slachtoffer zich voordeed als het bekende monster uit het boek van Mary Shelley. Het monster van Frankenstein. Je bedoelt Frankenstein? Is dat waarom hij allemaal groene verf op zijn gezicht heeft? Misschien komt hij later nog terug als een zombie. Kan iemand mij misschien vertellen wat er gebeurd is? We waren er net aangekomen, het feest was begonnen, waren we wat aan het drinken. Ja, no shit, Sherlock. Mevrouw, ik ben niet verkleed als Sherlock. Het lijkt me vrij duidelijk wie de echte Sherlock is. Nou ja, zoals ik zei, we waren aan het drinken en het begon allemaal met een onschuldig shotje. Ja, zo. Ja, we gaan het dan. Nou, laten we proosten op de vrienden van de avond. Mocht er een misdrijf plaatsvinden, dan weet ik dat ik in ieder geval goed zit. Zolang Moriarty, de zoon des duivels, zich maar niet met ons gaat bemoeien, dan vrees ik, dan komt het wel goed, maar ik vrees dat we al te laat zijn. Wat? Ja. Ja, precies. Oh ja, shot! Pull up, zak. Grote spijt niet kunnen waarnemen. Ja, dat klopt. Heeft u misschien een idee? Oh, nee? Wat was de vraag? Dat heb ik weer. Zijn er 3 detectives aanwezig op een plaats delict? Zijn het vervolgens alle 3 klungels? Misschien kan ik uw mentale last wat verlichten. Hoewel ik destijds niet heb gezien wie het dienblad heeft neergezet, kan ik u wel vertellen dat het dienblad lukraak werd doorgegeven. Iedereen zou dus de moordenaar geweest kunnen zijn. De Brutus tot de César. Oké, heel erg. Balthasar Gerard tot... Ja,
Als jullie verder geen informatie meer hebben, dan ga ik even met mijn collega's praten. Oh, maar ik heb juist meer dan genoeg informatie. U stelt alleen niet de juiste vragen. Ik heb die festiviteiten van die avond mijn zintuigen niet laten bezoedelen. Ja, wat denkt u wel? Ik heb hierdoor meer dan genoeg kunnen waarnemen. Ik heb zelfs na uitgebreid onderzoek een motief kunnen vinden. Ja. Nu verklap ik het bijna. Ik heb zo genoten van de jacht naar de antwoorden. Ik kan dat niet laten verliezen. Nee, dat zou een zonde zijn. Eureka! Ik zal de rol van de omgekeerde Sphinx op mij nemen. Zolang u mij de goede vragen stelt, zal ik goed antwoord geven. Meneer, ik ben hier voor uw verklaring. Niet voor een nieuwe versie van ik zie wat jij niet ziet. Dank u wel. Oh, heb geduld. Dit is niet zomaar een hunch. Dit is een waar meesterwerk onder de mysteries. Ik kan u het genot van de jacht naar de waarheid niet ontnemen. Nou oké, kom maar op. Als je mijn tijd maar niet verspilt. Uiteraard. Maar voordat ik verder ga, moet ik u nog wel iets vragen. Drukt die aardbeienmilkshake die u zojuist hebt gedronken niet te zwaar op uw blaas? Want u zult hier dus nog wel een tijdje zitten. Met alle respect, hoe weet je in godsnaam dat ik een aardbeienmilkshake op heb? Toen u binnenkwam, vielen mij meteen een aantal zaken aan u op. Het eerste wat mij opviel was een rozige vlek op uw uniform. Hé, kut! Oh, heb ik vandaag nog gewassen. Maar dat verklaart niet waarom je weet dat het een aardbeienmilkshake was. Inderdaad. Maar de volgende aanwijzingen waren gemakkelijk te vinden. Toen ik binnenkwam zag ik dat er nog restanten van de substantie op uw blouse zaten. Hierdoor kon ik stellen dat de dichtheid van de substantie groter was dan een simpel jusje of een rosé. Verder, toen u mij de hand schudde, voelde ik een verkoelende afdruk op mijn vingers. Ze waren koud. Een duidelijk teken van een milkshake. Dat wist ik toen al. En als laatste, de geur. Toen ik de hand schudde, kwam er een vleugje aardbei naar boven. Ja, goed. Heel indrukwekkend. Als je het niet erg vindt, wil ik echt heel graag verder met het verhaal, alsjeblieft. Natuurlijk. Het begon allemaal bij de ingang. Mijn zintuigen zijn, zoals u heeft kunnen vaststellen, extraordinair. Toen ik de zaal betrad, voelde deze koel aan en mijn zintuigen begonnen meteen al te tintelen. Het was 11:55 en de sfeer begon al amicaal te worden. In de linkerhoek was een slachtoffer gevallen van de rode duivel. Het arme kind zat levenloos in de lucht te staan. Wat? Er is nog iemand doodgegaan? Nee, mijn beste. Wij, een erg aantrekkelijk en toch gruwelijk monster dat dagelijks vele mensen velt. Het teltje naast haar was een toepasselijk teken van de verloren slag. Het mooiste van die avond vond ik nog wel het kameraadschap. Haar vriendinnen stonden zowel mentaal als fysiek achter haar. Nu nog steeds hoor ik die fameuze zin in mijn oren. En dat was... Inkakken is bijpakken. Prachtig, toch, die taal van ons. Ja, echt heel erg mooi. Ik zou het als ik jou was op een tegeltje laten drukken. En ga je nu alsjeblieft verder met het verhaal? Ja, natuurlijk. Toen ik de schone dame een verfrissende versnapering naar haar vriendin toe zag brengen, bemerkte ik dat ik mijn los dorst nog niet had gelest. Ik begaf mij dus naar de dichtstbijzijnde tap. Goedenavond, mijn beste. Ik zie dat de frivoliteiten het summen hebben bereikt. Ik heb helaas nog niet kunnen deelnemen aan de absurditeiten die vrijkomen bij een verhoogd percentage ethanol in de atriën. Zou u mij willen amuseren met een voortreffelijk glas druivenat? Dude, je bent een frivolie, wat?
Ik probeer te zeggen dat ik mijn percentage ethanol in de slagaderen wil stijgen. Door een voortreffelijk glas druivennat. Ik weet niet wat je in je fucking bloedaderen wil stoppen, maar ik heb bier, wijn en ja. Een wijntje alstublieft. Yes. Dat fluoriserend kleurtje. Resultaat van een middelmatige middelman. Afijn, laten we het maar proberen. Bocht! Weinig ruimte voor andere nasmaak, een te zure boventoon. Koopse productie. Het heeft echt niks anders. Een goed wijntje uit Montrachet of Marceau. Nee, geld speelt geen rol. Een kokke. Een tawny port van Conqueror. Of een tawny, gewoon een kokke. Op een tweesprong. Ik heb de keuze of ik buig voor sociale druk en mijn smaakpapillen in het stof laat bijten of dat ik mijn smaakpapillen eer. Dat is een tof man. Doe dan toch maar een goudgele rakker. Weirdo. Ja, en nou is het klaar. Als je zo doorgaat, ben ik over 3 dagen hier nog niet klaar. Het spijt me dat je waardigheid er niet meer is, maar wat heeft een bartender in godsnaam met een moord te maken? Nou, niets. Maar een goed detective weet een interessant verhaal te waarderen en luistert aandachtig. Maar wees niet getreurd. Het was een aantal seconden erna dat ik in contact kwam met zowel het slachtoffer als de moordenaar. Eindelijk! Yo, gast! Ik ben Frank. Maar weet je natuurlijk al, ik organiseer wel vaak zulke leuke feesten. Fijn kostuum! Even kijken hoor, petje, grootglas. Ah, nice! Sherlock Holmes. Een echte connoisseur. Ik ben inderdaad de enige echte William Sherlock Scott Holmes. Vet. Maar luister eens, gast. Ik wil je pret niet verderven ofzo. Iedereen is welkom. Maar je maakt mensen een beetje bang, gozer. Weet niet of je wat geslikt of gespoten hebt. Maar je praat een beetje hardop. Nou, is dat geen probleem als je met iemand aan het praten bent. Maar nu komt het een beetje over als creepy. Zeker als je bij iedereen de kleine fouten op gaat merken. Een persoonlijk foutje. Een mea culpa. We willen natuurlijk niet dat Moriarty achter mijn zinswijze komt. Ja, juist, ja. Afijn. Als je lekker wil gaan zuipen verder, ben ik helemaal voor. Ik wil nog een beetje van feest kan genieten. Nou, later. Tabé. Wat is dat nou? Een wenende jonkvrouw. Wat interessant. Hoe zou dat kunnen komen? Zojuist word ik een scheldwoord. Hoewel er een mogelijkheid is dat het scheldwoord als doel een feminien heeft, is het doel van dit scheldwoord overwegend masculien. Te oordelen naar de vlugge en toch haatvolle blik geeft het mij geen andere keuze dan te denken dat hiermee een emotionele kwestie gepaard is. Wat de fuck ben je aan het doen? Oh. Waarom staar je naar mij? Excuses, een
Het gewenswaardig neveneffect van de ethanol. Wacht even, wat is dat? Wat? Niets. Dat in je hand? Nee, echt niets. Enfin, zoals ik al vertelde, was het duidelijk te zien dat ze had gehuild. Een zwarte veeg onder haar kin. Te oordelen naar de ontbreking van de vloeistof op haar ooglid geeft het aan dat het niet overeenkomstig is met haar oogschaduw. Haha! Een zwarte veeg op haar elleboog. Een perfecte lijn gecreëerd door een of ander schijfgerij. Wat zou dat Een pen! Ja, een pen. Maar wat zou die ermee te maken kunnen hebben? Destijds dacht ik dat het een gok was. Maar het is niet onmogelijk. Wat? Wat gok je? Destijds dacht ik dat het een gok was, een gis. Maar nu weet ik het zeker. De moord is voldoende bewijs. Zij heeft de moord gepleegd. Dat is niet aan jou om te beslissen. Wat je hier vertelt wordt straks gebruikt als een optie, een mogelijkheid. Maar vertel verder. Goed. Het was duidelijk dat zij had geweend. In combinatie met het scheldwoord kon het alleen maar, ja, gaf het aan dat het, te maken had met een emotionele kwestie. De vegen onder haar kin en op haar elleboog wijzen naar een omgeving waar men gebruik maakt van zulke utiliteiten. Een bibliotheek of de universiteit of de ACO. De ACO? Inderdaad, de ACO. Aan haar sleutelbos hing haar naamplaatje. Ze had daar dus duidelijk gewerkt, met nadruk op had. Er zaten namelijk gaten in het naamplaatje, wat aangaf en veroorzaakt was door een of andere perforatie, waardoor het duidelijk was dat ze reeds ontslagen was. En dit was tevens het motief achter de moord. Oké, nu komen we wel ergens. En toen? En toen wat? Hoe bedoelt u? Heb je haar later nog gezien? Heeft ze contact opgezocht met het slachtoffer? Heeft ze iets vreemds gedaan? Iets? Nou nee, ik werd weggejaagd door haar vriend. Een curieuze reactie. Ik heb haar pas voor het laatst gezien toen u ons ongeveer een half uurtje geleden kwam ophalen van het verhoor. Ja. Oké, dankjewel dit. Dat was meer dan genoeg. Ik zal dan zo meteen nog even het gesprek aangaan met deze vampier. En wie is de volgende? Sorry, Mr. Holmes. Maar volgens mij heeft hij hier toch echt bij het verkeerde einde. Pardon? Nou, de persoon die hij net verdenkt is niet wie dat ik denk dat schuldig is voor de moord. U suggereert dat ik, William Sherlock Scott Holmes, het bij het verkeerde einde heb. Wat absurd! Dan moet ik ook aannemen dat u vurig voorstander bent van een of andere conspiracy theory. Moet ik aannemen dat de wereld wordt gecontroleerd door een hagedisse mensen? Nee! Of dat de vrijmetselaars de aarde in een figuurlijke klauwen hebben? Ik heb duidelijk geredeneerd met mijn buitengewone zintuigen en ik weet zeker dat enkel en alleen zij de moordenaar geweest kan zijn. Oké, luister! Er is iemand dood! Ja? En ik weet het niet. Bekvechten tussen netdetectors ga ik dus echt niet toestaan. Maar mevrouw de rechercheur. Oké. Kom maar op, Sherlock nummer 2. Wat is er volgens jou gebeurd? Mevrouw, ik ben niet verkleed als Sherlock. Ik kom hier namelijk samen als een duo. Ik ben met mijn vriendin aangekomen aan het feest.
die laatst had kopje koffie voor hebben voorgeschoten in de Biep. Oh, ja. Nu het zegt, herken ik je. Wat een kleine wereld is het dan, hè? Ja, jeetje. Grappig zeg. Wat gezellig. Weet je, omdat jij zo'n schatje was, krijg je ook een drankje van mij. Wil je anders een wijntje? Oh nee, dat is heel lief, maar dat is echt niet hoor. Jawel, kom op, anders voel ik me schuldig. Wie ben je dan eigenlijk verkleed? Ik bedoel, je ziet er echt prachtig uit. Maar ik zie het niet. Nee, ik zie het echt niet? Nee, sorry. Ik heb geen idee wie je moet zijn. Oh, nou, als je mijn vriendje erbij ziet, dan snap je het denk ik wel. Schat, kan je even komen? Schat, kan je komen? Oh ja, sorry monsterie. I'm perhaps the greatest detective in the world. Ja. Yeah. Zie je het nog steeds niet? Sorry, maar ik heb hier dus gewoon echt geen tijd voor. Zeg als wie je verkleed bent en schiet een beetje op. Aha, ik ben samen met mijn vriendin verkleed als... Zij is Agatha en ik ben natuurlijk... Poirot. Nou, echt leuk. En heb je dan ook nog informatie waar ik iets aan heb, anders kan je gewoon je bek houden. Oké. Het was nadat ze naar huis ging. Ze voelde zich niet lekker en... Ja, ze wilde dat ik hier bleef, want... Ja, ze... ze vindt het niet zo fijn als ik... You know, in de buurt. Want... Tot zo, schat. Succes! Nou, proost hè. Op een mooie avond in ieder geval. Mocht je niet hongerig worden, dan stel ik mijn nek altijd ter beschikking. Me-nek en stoe-nek. Je hebt wel echt een zieke locatie voor dat feest, Mr. Stijn. Ah, noem me Frank. Vader was Mr. Stijn. Ja, moet natuurlijk wel de reputatie van onze studievereniging hoog houden. Nou, mocht je een vader hebben, dan was dat Frankenstein. Je weet wel dat het het monster van Frankenstein is, toch? Het monster was gemaakt door dokter Frankenstein. Dus om het nou zo een monster zo te noemen is natuurlijk voorzichtig en belachelijk. Oh, ja. Ik heb daar nog nooit gelezen. Ik ook niet hoor. Ik heb het eigenlijk op het internet gelezen. Een soort meme. Ja.
Zullen we andere shotjes doen? Ja, shotjes ben ik altijd voor in. Hé, hey, Snorro, kun je die fles daar aangeven? Wat? Ik? Oh nee, ik ben geen Snorro. Ik ben... Daar. Ik ben Poirot. Ik ben hier namelijk samen met mijn vriendin gekomen, maar... Het is nou. Ah joh. Minder lullen, meer zuipen, zou ik zeggen, Snorro. Zeg, Snorro, als jij even die bedweterige bezig houdt, dan ga ik er van doen met de wat minder bekleden. Ja, maar zoals ik net al zei, heb ik een vriendin. Boeie gast, ze is nog weg, zei je. En anders, hou er gewoon even lekker bezig. Dan kan ik er vandoor gaan met dat ertje. Dus, zoals ik net zei. De rondleiding! Ja, dat lijkt me echt heel leuk! Ah, oh, dit is toch de eerste keer dat je het zegt. Zo, misschien kun je nog even een drankje halen voor mijn vrouw Monica. Ja, laat ik. Sorry, voordat ik wat ga drinken gaan halen, wil ik wel duidelijk maken dat ik heb dus een vriendin. Ik ben daar heel blij mee. Maak je geen zorgen, ik ben niet uit op je bloed. Ik hoef ook trouwens niets te drinken, want die idioot is zijn tequila fles vergeten. Is alles oké? Okay? Je drinkt het alsof het een soort tegengif is voor knoflook. Wat een fucking lul. Dat soort gasten komen ook echt niet tegen, hè? Die doen maar wat ze willen zonder dat ze ook maar enig idee hebben wat de effecten ervan zijn op anderen. Ja, hij lijkt mij inderdaad wel wat verwaand. Maar ja, zo goed ken ik hem dan ook niet. Ik volg al 2 jaar. Op en af lessen met die lul. En hij weet mijn naam nog steeds niet. Elke fucking docent houdt van die gast. Terwijl hij niks kan en niks doet. En nog nooit heeft hij hard moeten werken voor iets. En vervolgens krijgt hij die fucking assistentenbaan. Ik kan het niet geloven. Hij heeft mijn ideeën gestolen. Dat is waar van mij. Weet je wat ik denk? Ik denk dat iemand die gast een lesje zou moeten leren. Hij heeft geen recht om te bestaan. Oh! Wauw, nou dat klinkt inderdaad wel als een motief, ja. Ja, dat dacht ik dus ook al. Als er iemand van kwaad zou doen, zou zij het wel zijn. En ja, ze was alleszins niet meer in staat om kritisch na te denken. Een erg dubieuze situatie. Jouw gedachte heeft ook een... Ja, haar motief is vrij evident, maar dat neemt niet weg dat mijn verdachte ook een ijzersterk motief heeft. We gaan dit niet weer zo ver laten komen, oké? Okay? Ik ben blij met jullie verhalen, echt. Ik schrijf alles op. Maar dat jullie verkleed zijn als detectives betekent nog niet dat jullie beredeneringen ook maar enigszins daadwerkelijk invloed gaan hebben op mijn onderzoek. Mevrouw, wij proberen echt alleen maar te helpen. Wij... Aha! Ik denk dat jullie allemaal fout zitten. Oh ja? Amuseer mij. Jullie hebben al niet gehoord wat ik wel gehoord heb. Frank is namelijk al fysiek mishandeld. En dat was nog voordat hij vermoord werd. Serieus? En daar kom je dan nu mee? Wat was het dan?
Nou, ik was vaak al de hele avond veel te veel aan het drinken. En hierdoor moest ik al snel naar de wc. Maar toen ik bij de wc aankwam, was deze al bezet. Dus bleef ik maar even wachten. Het duurde wel erg lang, dus klopte ik nog even op de deur. Yo, Zet. Dus bleef ik nog even maar wat langer wachten. Kappen! Nee! Hoezo? Nee! Kom nou! Kappen! Kom nou! Kappen! Nee! Sorry, maar dit klinkt niet alsof er misbruik plaatsvond. Oh! Maar het wordt nog erger! Hey! Dat is helemaal niet goed gebeurd! Hij gaf me alleen maar een rondleiding! Aha! Ze ontkent! Zie hier, collega's! De dader! Wij zijn geen collega's. Jij bent verkleed als een fictief personage. Meer niet. En om heel eerlijk te zijn, heb ik ook echt geen idee waarom je mijn tijd hier loopt te verspillen met een verhaal over een intieme scène op een toilet. Het heeft me gewoon echt niet geholpen. Sterker nog, jullie verhalen maken het me alleen maar lastiger. Mijn welgemeende excuses, mijn gewaardeerde regisseur. Ik kan niet namens de rest spreken, maar het oplossen van deze intrigerende puzzel is het grootste doel in mijn leven. Althans, dat is wat ik probeer te doen. Oké, dus. De enige informatie die ik tot nu toe heb, is dat Frank neer is gevallen nadat hij shotjes heeft gedaan met jullie. Maar geen van jullie kan mij vervolgens vertellen wat daarmee gebeurd is. Klopt dat? Ja. Ja, dat klopt, ja. De vinger der wijsheid wijst inderdaad die kant op. Klopt dat? Oh, ja mevrouw. Goed. Vervolgens verspillen jullie mijn tijd met jullie eigen complottheorieën over wie er een motief heeft om Frank te vermoorden. Dat terwijl jullie eigenlijk de enige waren op het plaatsdelict. Wat is überhaupt jullie relatie tot het slachtoffer? Ja, wie zijn jullie eigenlijk? Ik heb jullie nog nooit eerder bij onze studievereniging gezien. Het wordt nu hoog tijd om op te houden met deze façade. Wie zijn jullie en hoe zijn jullie op dit feest gekomen? Liefje? Liefje? Ja, schat? Wil je een koffie voor me halen? Ik kan het heel even wachten. Ik ben bijna klaar met het hoofdstuk. Ik kan wel voor jou, hoor. Hey, Frank, hoe is het met jou? Ja, goed. Lang niet gezien. Was het niet het laatste feestje van Gijs? Ja, volgens mij wel. Maar laten we het vooral niet over die avond hebben. trouwens, helemaal vergeten. Dit is mijn vriendje. Hi, ik ben Dit is een bibliotheek, ja. Als jullie zo graag willen hebben over jullie gekke avondjes samen, dan gaan jullie maar even naar de kantine of zo. Sorry, madame. Ik had eigenlijk geen idee dat je daar zat. Maar over gekke avonds gesproken. Geen morgenavond weer feest. Kom je ook, Achie? Oh, leuk. Wat is de reden voor het feest? Waarom hoor ik dit nu pas? Ah, ik had je eerder uitwinnen nodig, maar ja, na die ene avond. Op. Oh, en neem je vriendje ook mee. Wat was het ook weer? Sst. Oh, jij mag ook komen hoor. Volgens mij ben je wel toe aan een feestje. Oh, dit is zo goed.
kwam je op dat feestje. Je haatte die jongen al voordat je hem kende. Precies! Ik vond het al raar dat ze er was. Het moet wel zijn dat dit naar voorbedacht te raden is geweest. Het is inderdaad wel interessant dat je bent komen opdagen, ondanks het gedrag van het slachtoffer. Dit is niet het hele verhaal hoor. Je vergeet wat. Oh, een verkleedfeestje. Schat, weet je nog dat idee dat ik had voor een koppeloutfitje? Wat? Wil je echt naar die feest vanavond? Die gast is een complete klootzak. Ik wil echt niks weten tussen die avond tussen jou en hem en... Oh, doe niet zo moeilijk, schat. Er is niks tussen ons gebeurd. Ik ken hem van vroeger. Ik wil nooit een relatie met hem nemen. Ik ga niet eens proberen jullie stil te krijgen, want jullie luisteren toch niet. Maar even ter info, ik denk dat je vriendje wel gelijk heeft. Die gast is gewoon een complete klootzak. Ik snap dat jullie dat denken, maar er klopt echt helemaal niks van. Zie je? Ik ben niet de enige die dit denkt. Hij straalt gewoon klootzak uit. Zo erg is het niet. Ik beloof je als je morgen naar het feestje komt dat je dat zal zien. Ja, het zal vast wel. Ik beloof het je. En schat, dan gaan wij morgen als koppeltje verkleed. Dan hoef je je helemaal nergens zorgen om te maken met iedereen dat we bij elkaar horen. Weet je, ik ga zelf even koffie halen. Godverdomme moet ik weer zo'n pisventje uit haar verleden tegenkomen. Pisventje uit het verleden, zeg dat wel. Die gast, hij weet niet eens meer. Als wat hij, ga jij verkleden morgen? Ik denk dat ik wel als vampier verkleed ga. Dan kan ik het leven uit het feestje zuigen. Zeg het liever uit hem. Jeetje, dat beloofde echt een geweldig feestje te worden. Ja, en dan mij een beetje de schuld geven. Tja, klinkt ook niet echt goed voor jou, Poirot. Dit duidt op een voorbedacht plan dat is uitgewerkt in de studiehallen van de universiteit. Een plek waar het slachtoffer zich destijds ook bevond. Oh, Fortuna heeft u verlaten, mijn beste. Uw motief is zo helder als de stralen van de zon. Inderdaad! Hé. Wacht eens even. Iedereen hier wist dat het een klootzak was. Ik heb hem echt nooit dood willen hebben. Ja, maar oké, lekker dicht! Hé! Hey! Ga allemaal maar even zitten. Ik ben nog steeds de enige rechercheur hier, ja? Het is fijn dat jullie conclusies kunnen trekken, maar ik heb jullie hulp daar niet bij nodig. En ik wil jou en jou graag verzoeken mee te gaan naar het bureau, dan kunnen we jullie verhalen daar verder horen. Maar ik heb niks verkeerds gedaan. Ga je alsjeblieft mee? Ja. Oh, wat een prachtig mysterie. Het tipje van de sluier is opgelicht. De eerste der kwaadaardigen zijn gevallen. En opgepakt. Oh, wat een mysterie. Maar wees maar niet getreurd, het verhaal is bijna ten einde, maar we hebben de koningin. Hoe de njorne haar hebben weten te strikken in een web is maar een raadsel. Oh, hier leeft een mens voor. Heb je het nou over een vrouwelijke medeplichtige? Ik heb al gezegd dat ik niks verkeerds heb gedaan. Zij gaat al met ons mee naar het bureau, zodat we haar verhaal kunnen horen. Nee, u was niet het meeste brein achter deze moordzaak. U werd slechts overmand door verdriet toen u erachter kwam dat... jouw liefde niet wederzijds was. En daar maakte u misbruik van, o harteloze heks. Is uw hart zo koud dat u slechts genot krijgt van het manipuleren en moorden van... arme jonkvrouw. Waar heb je het in godsnaam over? Wie is er een harteloze heks? Daarvoor moet ik bij het begin beginnen. Nee, niet weer zo'n fucking flashback! Je bent zo'n ellenlang verhaal en jullie blijven de hele avond maar doorgaan met die verhalen. En het duurt zo lang en ik probeer hier gewoon mijn werk te doen. En het blijft maar gaan en gaan en gaan! Maar het is een enorme fout. Er klinkt boosheid in hun stemmen. Er zit niks anders op voor mij dan de rol van Frodo op mij te nemen en te verdwijnen in de achtergrond.
knuppels. 2 jaar heb ik hier gewerkt. 2 hele jaren waarin ik me het schoppes heb gewerkt om leidinggevende te worden. Maar doet dat er ook maar iets aan toe? Nee, natuurlijk niet. Oh. Hey Bella. Wat jammer voor je. Ik had echt gehoopt dat jij ook gepromoveerd zou worden tot leidinggevende. Maar ja, kan in mij één de beste zijn. Ja, goed. Het is wel jammer dat mijn vader je heeft laten gaan. Ik had het wel fijn gevonden om een meid onder me te hebben die een beetje van de aanpak af is. Ach, moet ik de nieuwe meiden maar even gaan inwerken. Maar niet getreurd. Ik heb hier nog wel iets wat je op kan vrolijken. Bedankt. Een uitnodiging met de feest van de studievereniging. Morgenavond aan de Oude Gracht. Je weet wel waar het is. Bedankt. Oh, voor ik het vergeet. Als je weggaat, kun je je kleren laten liggen. De nieuwe meiden komen zo de kleren passen. En mijn vader heeft geen zin om nieuw geld uit te geven als ze dat van jou al passen. Joe. Luister, ik moet je iets vertellen. Nee, dat niet. Luister nou even, ik ben ontslagen. Ja, ik zou ook die promotie hebben moeten krijgen, maar die zoon van de baas is bij ons komen werken en... Ja, een jongen van mijn studievereniging. Frank. Nee, dat hoef je niet te doen. Blijf alsjeblieft thuis. Ik los het zelf wel op. Ja, heel zeker. Nee, ik heb geen geld nodig. Ja, heel zeker. Hou ook van jou. Doei. Ik ben ontslagen. Ik kan niet meer werken. Maar waar haal ik dan mijn geld vandaan? Ja, mijn studie die komt pas over een paar weken, dus daar kan ik ook niet op rekenen. Oh mijn god. Net nu die klote ketel weer kapot is, godverdomme. Lekker montage hebben ze dan ook bij de UB. Oké. Gewoon... Wees rustig. Je kan dit aan. Gewoon rustig ademhalen. Je kan dit aan. Je moet gewoon ergens geld vandaan zien te krijgen. Dat is niet zo moeilijk. Rustig blijven ademen. Dit leuke verhaal geeft me meer vragen dan antwoorden. Oh wee, als alle regisseurs zo dom zouden zijn als u. De schade die u berokkent aan de maatschappij. Ik heb het motief al lang gegeven. De stift. De metafoor voor zowel de kunst als de fout. Oh god, ik had nog beter tegen mijn hond Toby kunnen praten. Die had het al lang begrepen. Maar goed, ik zal het nog wel een keer uitleggen voor jullie simpele lieden. Waar gebruikt men een stift voor? Om te schrijven. En waar... Wat had mevrouw nodig? Geld. En waar dacht ze dat vandaan te kunnen halen? Door Frank te vermoorden. Ben je geschift? Je beschuldigt mij van moord. En je enige bewijs is dat je geld nodig had en een stift. Je bent geschift. Integendeel, mijn vrouwlijn. Ik ben nog nooit zo helder geweest. Het was de haat
die u had jegens Frank voor zijn rol en uw ontslag die u naar het verkeerde pad bracht. U had de perfecte locatie gevonden, een feest waar één ieder de moordenaar geweest had kunnen zijn. Eerst verleidde je Frank met je drankje en daarna liet je hem een contract ondertekenen. Een contract waarin stond dat hij jou al het geld zou geven wanneer hij zou komen te overlijden. En hierna vergiftigde je zijn drankje en wanneer hij dood zou vallen zou jij weg kunnen gaan met al je nieuw vergaande rijkdom. Ik hoop dat je deze onzin toch niet gelooft. Hij werkt niet eens bij de ACO. Deze man, die nou om de 4 minuten een tiktakje naar binnen tikt, is gewoon bij ons naar binnen komen lopen. En nu bedenk je een heel verhaal op basis van een stift. Schrift? Er zijn inderdaad nog een paar vragen die beantwoord moeten worden. Meneer Holmes, hoe bent u naar binnen gekomen? Vanwege dit. Dat is mijn uitnodiging. En geheel gelegitimeerd. Ik wist dat ik nodig zou zijn om dit intrigerende verhaal, deze puzzel op te lossen. Omdat u anders met al het geld er vandoor zou kunnen gaan naar uw privé-eiland met Jet. Zou jij me misschien kunnen vertellen waarom er een veeg van stift op jouw hoofd zit? Ja. Prima. Wat wil je dan doen? Hier. De heks bekend! Dit zijn de papieren voor mijn cv, idioot. Ik had dringend geld nodig voor de huur en een nieuwe cv-ketel. En ik ben toen als een normaal mens een baantje gaan zoeken. Ik heb die veeg gekregen omdat ik gisteren tot fucking 4 uur 's nachts naar een baantje heb lopen zoeken. Ik ben naar mijn bureau in slaap gevallen en ik ben blijkbaar 1 veeg vergeten. Dat klinkt inderdaad een heel stuk logischer. Volgens mij heb jij gewoon te veel op je stift zitten snijden. Zou ik die binnen trouwens slag begrijpen? Nee. Ik ben gewoon nieuwsgierig. Hoe lang neem je deze dingen al? Weet jij wat voor soort effect dit soort middelen op je brein kunnen hebben? Ja, zeker. Zie hier het bewijs. Een brief van de dokter. Grenzenlampide dient 4 maal per dag deel ingenomen te worden. Grieven niet te gebruiken in combinatie met alcohol. Brief van de dokter. Dus je bent officieel gek verklaard. Daar was echt geen dokter voor nodig. Ik zou als ik jou was nog maar even contact opnemen met je huisarts. Want dit soort middelen kan je echt niet zomaar achterover grieven. Ik weet dat ik gewoon gelijk. En jij? Hoe kom jij hier? Oh, het begon allemaal in de bibliotheek. Hey, Bella! Ja, gaat goed met mij hoor. Hoe is het met jou? Oh, fijn. Wacht. Wat? Je bent ontslagen? Hè, maar je zou toch een promotie krijgen? Hoezo? Wat? Hoe heet die? Welke zoon? Hoe heet die? Frank? Ja, die ken ik wel. Hey, als je wil, kan ik een hartig woordje met hem praten. Heb je zo je baan terug? Weet je het zeker? Goed, dan laat ik het gaan. Als je ook maar iets nodig hebt, bel me, hè? Oké. Sterkte, lieverd. Hou van je. Doeg. Nee, dat kan echt niet. Nee, dat meen je niet. Nee, ik weet nog niet wat ik aan ga doen, maar ik... Ja, ik denk iets van... Ja... Kutzooi. Nee, mijn pimpels doen niet. Zal ik even voorschieten anders? Oh! Jee, thanks! Slet. Pardon? Oh, sorry. Dat was niet naar jou bedoeld. Ik dacht dat ik alleen was. Sorry. Oh, geen probleem hoor. Ja, wel lief van je. Ik mag dat soort dingen eigenlijk helemaal niet zeggen over andere vrouwen. Fight the power, weet je wel, maar... Ik bedoel dat pinnen. Dat is wel vriendelijk. Oh, dat, ja.
Dank je. Ik vind dat ik daar wel trots op mag zijn. Ik studeer rechten met een minor economie. Moet je af en toe compenseren met ethisch verantwoord zijn. Ja. Wat studeer jij? Studeren? Oh, ik studeer niet. Ik ben aan het leren voor mijn auto-examen. Oh, dat kan natuurlijk ook. Ik heb flink moeten blokken voor mijn theorie. Het is niet voor mijn theorie-examen. Het is voor mijn praktijk. Oh, juist ja. Maar hoe leer je daarvoor een debiet? Weet ik ook niet. Maar na de achtste keer zakken zijn mijn reinsector. Nou jongen, ik weet het ook niet meer. Misschien moet ik maar eens een boek gaan zoeken of zo. Want ik kan hier niks meer aan doen. Oh, dat is wel balen. Ja. Ik heb dus nog geen boek gevonden. Ja. Hey, trouwens, ik ben wat koffietjes aan het halen voor vrienden. Maar als je even voor wil, aangezien je maar één ding nodig hebt. Maar wat voor boek dan? Heb je last van angst of zo? Ik weet dat ik daar moeite mee had. Nee, het is zeg maar... Ik ben gewoon een beetje onhandig. Oh ja, dat. Ja, dat is wel lastig als je achter het stuur zit. Ja. Wanneer is je volgende examen? Vanmiddag. Oké, dan moet je maar gauw het goede boek vinden. Ja. Ach, ik heb wel hoop. 3x3 is scheepsrecht. Ja, hey, that's the spirit. Luister, als je dan iets te vieren hebt, geeft de vereniging van mijn vriend een feest morgenavond. Dus als je wil komen. Oh. Leuk. Ja, het is een verkleedfeest, dus je moet wel een kostuum. Dat kan ik wel regelen. Oké. Ik ga samen met mijn vriend verkleed als Agatha Christie en haar beroemdste detective Poirot. Leuk, hè? Wie? Maakt niet uit. Weet je, je doet me eigenlijk best wel denken aan inspecteur Clouseau. Pink Panther? Google maar. Weet je, ik denk dat het eigenlijk een betere tijdsbesteding is dan naar dat boek van je zoeken. Ik ga terug voordat de koffie koud wordt, maar succes met je examen en misschien tot morgen? Oh, en vergeet geen fles alcohol mee te nemen. Absoluut, doet het altijd goed. Nou, dan hebben we gelukkig dat leuke verhaal ook weer gehad. En? En? Heb je het gehaald? Je auto-examen? Oh! Nee! Ik ben Pink Panther gaan kijken. Ja, super grappig, joh. Oké, dus laat ik het even opsommen. We hebben hier 3 idioten, waarvan de eerste pillen aan het slikken is, alsof het tiktakjes zijn. De tweede overladen is met jaloezie over een oude liefdesrelatie van zijn vriendin. En de derde nog maar net haar eigen hoofd boven water kan halen. Sorry, ik ben daar wel nieuws. Nee, sorry. Hallo! Sst! Maar goed, waar was ik? Oh ja, vervolgens waren jullie 3 allemaal bij Frank totdat hij neerviel. Kunnen we nog 1 keer terug naar dat moment? Dus wat drinken we, detectives? Een alcoholische versnapering. No shit. Hey, ik heb nog een fles voor je feestje meegenomen. Oeh, laat ik dit proberen.
Absint, lekker! Wat? Jullie zeiden niks over een fles absint? Nou ja, die had ik meegenomen. Het leek me niet aardig als ik zonder iets ja, aankom. Jezus! En jij vindt het gek dat er doden vallen met absint. Maar ga verder met je verhaal. Nou, laten we proosten op de vrienden van de avond. Mocht er een misdrijf plaatsvinden, dan weet ik dat ik in ieder geval goed zit. Bottoms up. Zoiets doen. Het was een vreemde vogel, maar hij zou toch nooit een vlieg. Hij zou toch nooit iemand pijn doen? Het verhaal is inderdaad nog niet helemaal gesloten. Het is interessant. Nou, moet ik doen. Ga jij nu naar huis? Ja, mijn vriendin komt mij zo ophalen. Oh, kijk, daar is ze. Hey schat, ik hoorde wat er gebeurd was. Oh. Oh, hoe gaat het? Arme baby. Dank je, ik wil echt vooral gewoon naar huis. Ja, ja, ga vast maar in de auto zitten. Ik ben hier ergens mijn sjaal vergeten. Oh, ik loop ook wel even mee met de auto. Zo'n vermoeden dat jij hierachter zou zitten. Waar heb je het in godsnaam over? Jean-Jacques Clouseau had helemaal geen motief. Hij kende die hele man niet eens. En toch trapte die onnozele regisseur in jouw valstrik. Nee, de enige echte prominente rol in dit verhaal, in alle verhalen, was jij. Ik zou zelfs durven zeggen de rode draad. Jij gebruikte ons, mislukte detectives, in je schaakspel, wetende dat wij het nooit met elkaar eens zouden kunnen worden. En dat gebruikte jij tegen ons. En dat, terwijl jij vanuit jouw schaduw kon toekijken. Wacht, wat? Frank zorgde ervoor dat jouw vriendin haar baan kwijtraakte. Frank behandelde alle vrouwen als speelgoed. En jij had daar genoeg van. Frank moest boeten voor al zijn zonden en dat met zijn leven bekopen. Een echte femme fataal.
Jij zorgde ervoor dat Clouseau een drankje mee zou nemen. Jij zag mijn medicijnen, die verdomde tiktakjes die ik die hele dag loopte, slikken en voegde die twee samen. Wetende dat alleen Frank zo gek en gedurfd zou zijn om die absinthe weten te slikken. En toen was je verhaal compleet. Ik ben erbij onderweg. Ik doe het. En dan is het een paar maanden.